Nou ja, op een gegeven moment dan, heb je de voorrondes gehaald. Dan mag je meedoen met de DK. En dan ga je gewoon weer met elkaar, nou ja, overleg je gewoon van, nou, zullen we gewoon weer de boel gewoon versieren. Net als anders. Want dat mag weer, hè. Ja, laten we dat gaan doen. En als een, zeg maar, 2 of 3 weken van tevoren, als de vlaggetjes weer in mijn enkel liggen, dan gaan we die kant op. En dan kopen we alles wat er is. Want hier hangt van de rood-wit-blauwe vlag met oranje, hangt helemaal zo rondom, zo, die kant op, en weer naar voren. Die is 300 meter lang. We hebben oranje vlaggen. Alleen oranje zit op ongeveer, ik denk wel, 1500 meter. We doen eigenlijk al een paar jaar, doen we eigenlijk zo versieren. Alleen de laatste paar jaren natuurlijk niet, want we waren niet erbij, zeg maar. En nou ja, dit jaar mochten we weer. We hebben iedereen opgetrommeld. Even vlaggetjes regelen, wat doeken en wat grotere vlaggen. Ik zei, nou, laten we de boel weer gaan versieren, het mag weer. Hoe lang zijn jullie ongeveer mee bezig geweest? Nou, we zijn zondagmorgen begonnen op tijd, 1 uur of 10. En nou, we zijn wel tot 1 uur of 2, 3 bezig geweest. En je zei het al, de laatste jaren kon het niet, omdat het of afgelast werd of Oranje deed niet mee. Klopt. Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende jaar? Nou, onze verwachting is, nou ja, onze verwachting weet ik niet precies, maar mijn verwachting is wel de halve finale tegen Engeland. Nipt verlies, helaas wel, denk ik. Maar wel tot de halve finale is in ieder geval, dat gaan we wel redden, denk ik. Ja, je voelt in Nederland al je steeds meer van deze straten oranje koorts groeit een beetje. Merk je het ook onder je buurtbewoners dat steeds meer oranje koorts komt? Ja, het komt wel. Het komt wel, er gaat iets langs. Ja, anders dan andere jaren, maar normaal gesproken hebben we ook een grote tent erbij. Een grote met een grote scherm erin. En nou ja, een biertje erbij, een barbecue erbij. En dan met z'n allen voetbal kijken. Maar kijk, dat kan dus dit jaar helaas niet plaatsvinden. Dus het leeft iets minder als normaal. Maar we hebben toch wel gezegd van, nou, laten we gewoon de boel gaan versieren. Gewoon thuis voetbal kijken. Of misschien met een paar man, waar ze dat mag, zeg maar. En dan, we zien het wel. Maar als andere jaren die feestcent erbij komt, en met een groot scherm, dan heb je wel, nou ja, dat mensen er meer naartoe leven, zeg maar. Om nou ja, het samen te vieren en daarna uitkijken. Ja.